Ja, welkom bij een extra NIC-update. En ik sta hier voor het eerst langs het beeld van Frans Jansen. Wij van de NIC-update mogen dus exclusief hier even een kijkje nemen bij het standbeeld nu nog van Klei. En niet alleen wij zien het voor het eerst, maar ook Frans Jansen zag zijn evenbeeld voor het eerst. Ja, het is toch even wennen, hè? Maar ja, wel mooi om te zien, hoor. Ja, hoe vind je het geworden? Nou, ik zie mezelf er wel in terug. En het is toch ook, het is eigenlijk van een foto van 39 jaar geleden. En is in mijn ogen perfect gelukt. Ja, eindelijk mochten we hem even zien, hè? Ja, ik had hem al een paar keer gezien, maar nou is hij af, tenminste. Dit is wel ongeveer het definitief moest worden. Frans en de wederhelft hebben hem goedgekeurd, dus dit moet hem worden. Johan Verharen, een van de initiatiefnemers, kwam bij kunstenares Lia Krol terecht met het verzoek om de beelden van de NIC-iconen te maken. Het duurde even om een deel van het geld bij elkaar te krijgen. Maar eindelijk zien ze het resultaat wat het moet gaan worden. Ja, ik vind het natuurlijk geweldig. Dit zijn mooie dingen die bij de club horen. Ja, wat ik in het verleden al een keer gezegd heb. Bij alle voetbalstadions staat er eentje van de iconen van de club. En dit is een van onze iconen, dus die hoort er gewoon te staan. Ja, schitterend. Echt mooi om mee te maken. En ik ben blij dat het voor mij is dat het zoiets geworden is. En dan wordt het gewoon een leuke herinnering. Het beeld van Frans Jansen is pas de eerste. Want er moet nog een tweede beeld komen van een ander NIC-icoon. Dit is beeld 1. De tweede moet er ook nog komen van zij. Dat is de man met de meeste wedstrijden voor onze voetbalclub. Bijna 500. Dus daar is ook een icoon van onze club. En die hoort er ook bij, dadelijk. Om de beelden daadwerkelijk af te krijgen en een brons gegoten te krijgen, is er nog veel geld nodig. Daarom is voor de wedstrijd van komende zondag tegen Ajax weer een nieuwe collecte voor de beelden. En Johan is niet alleen op zoek naar geld. Ja, het zou mooi zijn als wat mensen zich willen aanmelden die willen helpen met collecteren. Dat ze met de collectebus bij het stadion en bij alle ingangen willen gaan staan. We zoeken nog, heel simpel gezegd, gewoon mensen die willen helpen met collecteren. En Frans is alleen maar trots dat vanuit de supporters deze waardering komt. Ja, zeker. Dat waardeer ik ook enorm. En daar ben ik ook zeker trots op. Ja, en in hart en nieren ben ik een echte NIC'er en dan zal ik altijd blijven. En rood, groen en zwart, ja, dat blijft in je hart, hè. Doneren voor de standbeelden kan aanstaande zondag voor de wedstrijd tegen Ajax of via de link onder in beeld.